Heeft u gevolgd wat er bij de politieke partij Bijeen gebeurt afgelopen weken? Ja. Partij van Sylvana Simons. Ja. Heeft u ook meegekregen van Quincy Gario, nummer 2 op de lijst, die is gerouilleerd en dat soort zaken? Ja, ik zag hem op de televisie, toch? Wat vindt u daarvan? Ik vond het niet netjes van hem. Van hem of van haar? Van Quincy. Okay. Van Gario. Ik vond het niet netjes. Okay. Wat vond u niet netjes? Ja, dat hij het in het publiek brengt. Als er interne conflicten zijn, dan lossen we dat binnenshuis op. Maar dan ga je er niet mee naar het publiek. Okay. Maar ik had begrepen... niet als tweede man. Ja. Is een belangrijke functie. Nee, ik vond het wel... Ik vond hem gênant. Ja. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, Sylvana Simons heeft hem... Dit is een update. Beste kijkers, welkom bij een nieuwe update. Dit is het programma van Up Network waarbij we de actualiteiten bespreken. En vandaag gaan we het hebben over... Wies? Ja, twee onderwerpen. De Bijlmer, daar zijn we pas langs gegaan. En het tweede onderwerp is, dat gaat over regenbooggezinnen en de LHBTI, nog wat toestanden. Ja, en de LHBTI is vanwege de Pride Week volgens mij, toch? Inderdaad. Ja. Het is een week waarbij heel veel artikelen zijn in de media over uit de kast komen. En hoe geweldig het is om een regenboogpersoon te zijn. Dus daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst Bijeen. Afgelopen weekend waren we in de Bijlmer. Mm-hmm. Altijd gezellig in de Bijlmer. Ja, vond ik wel eigenlijk, ja. Eigenlijk wel. Lekkere Surinaamse broodjes. Ja. Kom je in? Oh, maak gelijk reclame. Word je gesponsord? Of nee? Wie weet. Vertel. We waren daar. We waren daar vanwege het feit dat afgelopen weken de nummer 2 op de... kieslijst van de politieke partij Bijeen, de partij van Sylvana Simons. De nummer 2 daarvan, dat is Quincy Gario, of dat was Quincy Gario, en die is gerouilleerd plotseling. Mm-hmm. En naar aanleiding van zijn rouillement heeft het Haagse bestuur van Bijeen is ook helemaal opgedoekt, is opgestapt. Dus is geen Haagse afdeling meer van Bijeen. Ja. En dat is op zich wel spannend nieuws wat daar aan het gebeuren is. Ja, dus in principe hebben ze hem gerouilleerd. Mm-hmm. Omdat hij zorgde voor een onveilige sfeer binnen de partij. Er is toen een onderzoek ook geweest van een advocatenkantoor. En heel veel mensen binnen de partij Bijeen waren het niet eens ook met het onderzoek. Niet vanwege de inhoud, maar vanwege de kleur. De kleur van de onderzoekers. Van de onderzoekers. Ja, die doen ze er ook toe tegenwoordig. En dat is best wel opmerkelijk. Hè? Op het moment dat je zegt van dat je als partij bent tegen racisme en je wilt racisme bestrijden. En dat is een van je speerpunten ook als partij. Ja. Ja. Dat je dan vervolgens een advocatenkantoor gaat beoordelen op hun huidskleur. Althans, de advocaten gaat beoordelen op hun huidskleur. Ja. De antiracist die racistisch wordt. Juist. Dus ja. Nou, zo kennen we Bijeen. Zo kennen we ze ook. Alleen het interessante is dus nu dat er een splitsing is ontstaan, wat je dus terecht zegt. En het Haagse bestuur heeft zichzelf is opgestapt. Hoe kijk je daarnaar? Ja, ik vind het bijzonder omdat het de nummer 2 is op de landelijke kieslijst. En dat is een man waar je vanuit moet gaan dat hij zorgvuldig is gekozen. En dat zou ook de man zijn die Sylvana Simons zou vervangen bij haar absentie, bij haar verzuim. Dus dan zou hij de man zijn, hè? Namens de partij Bijeen in de Tweede Kamer, die haar zou vervangen en dus inderdaad namens haar zou handelen. En nog steeds overigens. Mm-hmm. Hij is gerouilleerd, maar dat betekent niet dat dit zo dit veranderd is. Dit is nog steeds aan de orde. Klopt, omdat hij op de lijst stond. Hij staat nog steeds op de lijst. Ja, hij stond op de lijst. Het is bijzonder omdat het in die kringen zeker een geroemde man is, intelligent is. En hij wordt ook wel geroemd vanwege het feit dat hij belangrijke bijdrages heeft geleverd voor de anti-Zwarte Piet, hè, campagne. Ja, wat ik zo raar vind, want Trouw kwam met het bericht dat hij dus was gerouilleerd. En op een gegeven moment heeft Bijeen erop gereageerd dat er een onderzoek is gedaan en dat gebleken is uit het onderzoek dat hij dus voor een onveilige sfeer zorgde. Ja. Maar wat ik dus heel raar vond, was dat ze nooit concreet zijn geworden wat er dan gebeurt, wat die beschuldigingen dan zijn. Nee. Want op het moment dat jij dus iemand rouilleert en je zegt dus, het komt naar buiten, en je zegt dat er een onderzoek is geweest, wees dan concreet of zeg dan liever niks.
Sterker nog, bij die algemene ledenvergadering, die digitaal werd uitgezonden, waar journalisten niet aanwezig mochten zijn, doet Sylvana nog een schepje erbovenop. Zegt ze, we hebben een paard van Troje binnengehaald. Quincy's kandidatuur een jaar geleden bekend werd, meldden zich al kritische stemmen. Sommigen noemden hem het paard van Troje. Omdat bij één geloof dat je niet kunt oordelen op basis van geluiden, van gefluister in de wandelgangen, hebben we die signalen toen niet serieus genoeg genomen. Dat reken ik mijzelf het meest aan. Het spijt mij. Maar ik ben ook blij dat het rapport er nu is, hoe pijnlijk dan ook. Het staat buiten elke twijfel dat het is uitgevoerd door een gerenommeerd, onafhankelijk bureau. Er is met niet minder dan 10 mensen gesproken die alle voor geheimhouding hebben getekend en daarmee niet alleen hun eigen veiligheid, maar vooral ook die van anderen hebben kunnen garanderen. Dat, kijk, de uitspraak van Sylvana dat ze een paard van Troje heeft binnengehaald, is totaal iets anders dan een onveilige sfeer. Dus, ja. Dus daarmee, ja. daarmee hint ze op iets anders. Ja. Want kijk, je kan een onveilige sfeer veroorzaken zonder dat je een paard van Troje bent, toch? Klopt, klopt. Maar het feit dat ze dat zo noemt, ja, ik vind het ook apart. Want een paard van Troje, dan denk ik aan iemand die zegt in jouw belang te denken en in jouw belang te staan, maar uiteindelijk jou wil elimineren, bestrijden. Ja, dus in principe... Dus dat is hoe Sylvana het heeft ervaren. Exact. Van iemand gaat mij elimineren, maar iemand gaat mij bestrijden. Exact, en dat is het interessante dus. Want als je dus naar haar woorden dus kijkt, en ik vind het raar dat mensen dit niet hebben opgepakt, is dat de woorden die ze heeft uitgekozen, paard van Troje, impliceert een persoonlijke aanval. Juist. Op zij de persoon Sylvana. Zij voelt zich persoonlijk inderdaad, als persoon voelt ze zich aangetast. En aangevallen. Aangevallen, ja. Klopt. Ja, ja. En dat is totaal iets anders. Wat we dus hebben gelezen In de media stukken daarvoor. En wat in de media daarvoor naar voren is gekomen. Ja, klopt. Klopt. Ja, inderdaad. Wat betekent dat? Dat iemand een onveilige sfeer creëert of dat iemand manipulatief is. Quincy Gario heeft zelf op tv gezegd, want hij is uitgenodigd om zijn verhaal te doen. Had overigens in bijeen als podium had hij geen wederhoor. Maar hij zegt, joh, ik heb dat onderzoek niet mogen inzien. Ik heb alleen wat conclusies die los zijn gekomen heb ik gelezen. Nou, ik herken me daar niet in, ik begrijp het niet. Dus ik kan er ook niet op reageren. Dus dat is een heel... Dat vond ik wel echt... je neemt het bijna niet serieus. Het is gewoon, je denkt dat er iets anders aan de hand is. Ja, dus het lijkt erop, en ook wat hij zei, hè, van dat hij kritiek had op de aanpak van Sylvana. Ja. Dat Sylvana een bepaald debat had opgezegd, weet je, zoals afgezegd. Ja. Hij had ook kritiek op haar werkwijze. Dat laat wel zien dat er een soort machtsstrijd sudderde. Althans, tussen die twee. In de beleving, in de perceptie van in ieder geval Simons wel. Ja. 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 Maar hij zegt op tv weer van ik heb gewoon gevonden wat ik van dingen vind. Ja. En ik heb gewoon daarbij altijd nagedacht over wat is de identiteit en de agenda van de partij. En dit moeten we doen en we moeten het zus doen en niet zo doen. Weet je, dat soort dingen. Dus ik heb altijd gewoon gezegd wat ik van dingen vond. Het was sterker nog mijn taak, zegt hij ook. Dus ja. Maar het rare is dus, hij had geen officiële functie binnen die partij. Hij was gewoon lid. Hij was gewoon lid. Dus hij was niet een bestuurslid. Hij zat niet in het bestuur ergens. Nou, behalve het plaatsvervangende aspect vanuit de zetel. Maar dat blijft gewoon na een rooiement. Dus ja, hij zat niet in een bestuur, hij zat niet in een commissie. Dus Sylvana, even tussendoor. Maar Sylvana doet haar best om nooit ziek te worden. Dat begrijp je wel, hè? Ja, komt hij natuurlijk opdraven. Maar het rare is dus dat... Kijk, normaal gesproken ga je mensen rooieren die op een gegeven moment ook een bepaalde positie hebben binnen de partij. Ja. Maar hij had geen positie. Ja, en vanwege die positie ga je zeggen van... Hey, ik maak jou een kopje kleiner, want dat is niet goed voor de... Maar voor hij had de, geen positie. Ja. Nee, tenzij het gewoon een informele positie was. Of tenzij wat jij eerder ook stelde... van dat hij misschien best wel volgers begon te krijgen. Ja, draagvlak. Dus draagvlak inderdaad in de partij. Ja. En dat mensen het wel eens waren met hem. En dat sommige mensen misschien wel dachten van... Hey, jij zou het beter doen dan Simons. Ja. Allemaal speculeren natuurlijk, maar het lijkt wel heel persoonlijk inderdaad hoe het is ingezet. Ja. Nou, we zijn dus naar de Bijlmer geweest en we hebben gevraagd aan de kiezers van Bijeen wat ze nou vinden van het conflict tussen Sylvana Simons en Quincy Gario. Dus we gaan er nu even naar kijken. Een grote politieke crisis bij politieke partij Bijeen.
Ik sta vandaag in de Bijlmer om mensen te vragen wat zij ervan vinden. Zeker te meer omdat afgelopen week het Haagse partijbestuur heeft opgezegd na het rooieren van de nummer 2 op de lijst, de landelijke lijst, Quincy Gario. Kijk mee wat de mensen daarvan vinden. U ook een beetje, of heeft u gevolgd wat er bij de politieke partij Bijeen gebeurt afgelopen weken? Ja. Partij van Sylvana Simons. Ja. Heeft u ook meegekregen van Quincy Gario, de nummer 2 op de lijst, die is gerooieerd en dat soort zaken? Ja, ik zag hem op de televisie, toch? Wat vindt u daarvan? Ik vond het niet netjes van hem. Van hem of van haar? Van Quincy. Okay. Van Gario. Ik vond het niet netjes. Okay. Wat vond u niet netjes? Ja, dat hij het in het publiek brengt. Als er interne conflicten zijn, dan lossen we dat binnenshuis op. Het is jammer en het is een partij die kleur vertegenwoordigt. Maar het is jammer dat het zo moet. En ja, kijk, je krijgt nu toch wel weer een bepaald stempel omdat je zo in de media komt. Ik hoop wel dat ze, dat ze eruit komen en dat ze het kunnen bijleggen en dat ze in goede harmonie weer verder gaan. Maar ik vond hem altijd een sympathieke man, dus ik weet het ook niet waar aan het ligt. Nee. Maar ze hebben hem zomaar eruit gezet en nu heeft ook het Haagse bestuur van Bijeen heeft opgezegd. Ja. Dus daar is er meer aan de hand. Ja. Waarschijnlijk. Kijk, voor mijn gevoel is het gewoon, laat me gewoon een eenheid van maken. Maar nu lijkt het meer dat ieder voor zich en God voor ons allemaal. Maar vindt u terecht dat hij gerouilleerd is? Zo goed volg ik het ook niet. Het gaat gewoon bij mij om, we leven hier in een land, we moeten gewoon samen een eenheid zien te vormen. Maar blijkbaar is het moeilijker dan hoe men had het verwacht in ieder geval. Nou, het is altijd vervelend als mensen uit de partij worden gestuurd of uit de partij stappen. Want zoals de Surinamers zeggen, er komt altijd jugu-jugu, hè? Ja. Kinderziektes. Ja? Maar ja, het komt altijd even voor, hoor. Het komt allemaal goed. Zoveel meningen, zoveel verschillen. De PVV heeft het gehad, Forum voor Democratie heeft het gehad. Bijeen is niet anders, dus het komt allemaal goed. Dat is politiek. Ja? We zijn niet altijd op één lijn. Af en toe even iemand eruit schoppen? Dat zeg jij. Niet dat het echt zo moet. Maar... Nee, ik vind het wel... Nee, maar ik vind het... Nee, oké. Nee, dat zeg ik. Maar ik vind het wel heftig dat hij eruit is gezet. Nee joh, het hoort er allemaal bij. En dat onderzoek dan, wat hij zelf niet mag inzien, dat is ook raar. Maar misschien moet hij iets voor zichzelf gaan beginnen dan. Ja, met zijn eigen visie of zo. Ik vond hem gênant. Ja. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, Sylvana Simons heeft hem eruit gezet. Dus eigenlijk is hij het slachtoffer, want hij is gerouilleerd. Ik geloof het niet. Nee hoor, nee. En wat heeft Quincy Gario gedaan volgens u? Hij heeft zich waarschijnlijk niet aan de regels van de partij gehouden. Toch? En hij denkt van... Ja, kijk, een partij is een partij, toch? Dan zijn we solidair met elkaar, we zijn loyaal tegenover elkaar. Er zijn altijd misverstanden, er zijn altijd conflicten. Maar die los je met elkaar op. En dan ga je niet stoer doen. Ik vind hem niks. Nee? Hij mag het weten, ja. Okay. Maar je bent wel voor Sylvana? Zeker. Ik heb ook voor haar gestemd. Ja hoor. Ik kom zelf van Antillen en ik weet hoe het is om een vuist te maken. Volgens mij heeft hij ook roots op Sint Maarten, had ik begrepen. Dus... Ja, had hem moeten verslaan. Ik denk dat intern moest eerst uitgezocht worden wat er precies aan de hand is. Zou mijn mening zijn. Het is heel vaag wat er nou precies aan de hand was. Ik heb begrepen dat hij andere partijleden bedreigde. Dus ik weet het niet. Dus... Ja, er zou een beetje macht zijn, machtspelletjes, manipulatie, toxische relatie wordt er gezegd. Wat denkt u dan als ik toxische relatie zeg? Dat kan. Maar wezen, in alle partijen zijn er toestanden. En Sylvana krijgt er nu mee te maken. Het is om te kijken hoe je ermee gaat dealen. En dat dit gewoon netjes wordt opgelost. Valt de partij eens te verwijten, vind jij? Partijtop denk ik wel. Want ik denk dat je het binnenkamers altijd wel in dialoog kan oplossen. Ja. Maar dat geldt niet alleen voor Bijeen. Dat geldt voor bijna alle andere partijen die altijd met modder gooien. En dat zie je nu ook bij die, wat was het, Forum voor Democratie... Dus ik denk dat het voor Nederland zelf helemaal niet goed is als dit soort partijen zo aan de slag gaan. Kijk, vroeger had je de traditionele partijen, Partij van de Arbeid, VVD. En er kwam wel eens wat naar buiten, maar niet zoals de laatste jaren. Het lijkt meer op sensatie dan dat het echt voor de mensen die hier op straat lopen, dat hun vertegenwoordigd worden. Dat idee heb ik helemaal niet. Dus, Is het goed voor de partijen, voor Bijeen? Nee.
Nee, ik denk het niet. Hoe gaat het nu verder? Dat is een moeilijke vraag. Ik weet het niet. Kijk, al die nieuwe politieke partijen die pas komen kijken, is het altijd onderling stummeling. Dus volgens mij moet je gewoon gaan kijken van ja, hoe kun je dan zorgen dat die geleiden met elkaar gesloten worden. Maar dat wordt een lastige verhaal. Verwacht u niet dat dit misschien wel scheuring gaat veroorzaken verder in de partij? Want het rommelt al een beetje, dat zegt Quincy Gario tenminste. Quincy is de scheuring. Quincy is de scheuring, zegt u. En als hij weg is, dan is de scheuring weer weg. Is het rustig in de partij. Sommige mensen moet je elimineren, weet je. Nou, Awish, hoe heb jij het ervaren? Want jij hebt de mensen natuurlijk gesproken. Ja. In zijn algemeenheid, de meeste mensen die pleiten echt wel voor Sylvana Simons. Die vinden haar een soort held. Mm-hmm. En die laten weinig aan vuile woorden eigenlijk los. En we hebben ook een heleboel mensen aangesproken die daar niks over wilden zeggen. Dus of dat nou is uit schaamte of uit desinteresse naar de politiek toe. Mensen waren niet echt negatief naar Sylvana Simons. Een paar mensen die zeiden wel van die Gario, die is gewoon fout. Hij had niet het podium moeten opzoeken. Ja. En andere mensen zeggen weer van nou, dit hadden ze überhaupt niet openbaar moeten brengen. Ja. Maar ze blamen Sylvana Simons in elk geval niet, lijkt het. Nee, ze blamen die Gario omdat hij daar is gaan zitten bij een talkshow. En dan uiteindelijk iets heeft zichtbaar gemaakt. Ja, dus als we afgaan op die Foxpop, dan kunnen we wel stellen, en we zijn er een hele middag geweest, en we hebben met verschillende mensen gesproken, ook off-camera hebben we met mensen gesproken. Ja, zeker. Dan kunnen we wel zeggen dat dit geen invloed heeft op het kiesgedrag, hè? Op hoe het electoraat reageert. Nee. Dus ik denk dat het weinig effect zal hebben op de voor Sylvana. Electoraal gezien. Ik weet niet voor in elk geval inderdaad voor het electoraat niet. Maar je zou wel kunnen bedenken dat op bestuursniveau dingen misschien wel aan het kraken en piepen zijn. Ja. Of de vrijwilligersclub of de leden, actieve ledenclub. Ik neem aan dat ze ook wel activiteiten en zo ondernemen. Ja. Het zou echt wel kunnen zijn dat daar een soort van eilandjescultuur aan het ontstaan is. Mm-hmm. Waarbij je een aantal mensen hebt die heel klassiek Sylvana Simons volgen. En een aantal mensen die zeggen van hey, maar ik vind het eigenlijk wel soft. Ja. Dus dat weten we nog niet goed. Nou, kijk, weet je, en dat vond ik, want ik heb het ook al gevolgd. Wij zijn, mensen weten ook dat we niet echt het standpunt of de politieke visie van Sylvana Simons delen. Nee, totaal niet. Daarmee druk ik nog wel heel lief uit. Ja, precies. Dus, maar ondanks het feit dat ik het niet eens ben met haar en helemaal niet eens ben en ook niet de manier van politiek bedrijven. En misschien dat ze ook niet de persoon is, weet je, ze komt ook niet echt sympathiek over. Nee. Vind ik wel ze heeft wel wat neergezet. Ik heb wel respect voor haar als politica in de zin van dat zij toch iets heeft neergezet. En als je kijkt naar de Surinaamse gemeenschap en die activisten. Of nou, sterker nog, je trekt het breder. Hè? Je kijkt gewoon naar al die hele linkse activistische gemeenschap. Mm-hmm. Dan vind ik dat zij met kop en schouders er bovenuit steekt. Ja. Ik vind haar wel. Ze heeft het toch ook wel dankzij of mede dankzij die activisten gedaan? Hoe zie jij dat? Nee, kijk, hoe ik het zie, hoe ik het interpreteer is natuurlijk die Jerry en die Quincy, die hebben natuurlijk het weer op de kaart gezet met hun actie. Ze hebben ze laten oppakken toen in 2011 bij die Sinterklaasintocht. Maar ze zijn inhoudelijk en verbaal zijn ze niet sterk. Nee. Zou dat niet in hun petto, in hun ding? Kijk, soms heb je soldaten nodig. En soms heb je generalen en officiers nodig. Ah, oké. En dat zijn meer de soldaten. Een Akwasi, een Gario, een Jerry. Maar je hebt vervolgens in de volgende fase van het conflict heb je mensen nodig die op een intellectuele manier iets kunnen overbrengen. Ja, een organisatie op een goede uniform nu geven. Wil ik niet zeggen dat Sylvana professor is in de sociale wetenschap. Nee. Dat helemaal niet. Maar wat ze wel heeft, ze kan zich verbaal wel goed uiten. Ja. Ze is verbaal heel sterk. Ja, ze is in het debat heel sterk. Ik heb het zelf gezien. In 2017 was er een debat georganiseerd door een organisatie. En ze hadden alle Surinaamse kandidaten die toen der tijd meededen aan de verkiezingen, hadden ze uitgenodigd voor een debat. Mm-hmm. Dan heb ik Sylvana meegemaakt. Ze ging tegen Jernas discussiëren of debatteren. Tegen Risma ook toen de tijd. En ik vond haar heel sterk. Ja. Ik vond haar heel sterk. Daarna heb ik nog een sigaretje met haar gerookt. Dus, en daarna... Meen je? Ja. Dus ik heb daar nog met haar gesproken. Alleen, oh, wow. Wat ik
Dus ik vind wel dat ze... ik ben het niet met haar eens. Nee. Maar ik vind wel dat ze zich goed kan uiten. En ik denk dat zij voor mensen die link zijn en activistisch en woke en noem maar op... Ja. Is zij een goed uithangbord. Ja. En dan vind ik het niet terecht dat er mensen zijn... Mm-hmm. Zoals een Gario, die... Ja, nu ben ik aan het speculeren. Hè? Zij kunnen niet in haar schoenen staan. Nee. Zo zie ik dat, weet je? Van, nee, nou, van je kan, ja. Nee, dat is hoe ik het zie. Van, ondanks het feit dat ik misschien een hele visie heb over Sylvana... vind ik niet dat er iemand is binnen die partij... die het stokje van haar over kan nemen. Ja, misschien hebben we die persoon niet gezien, maar is die er wel? Ik kan me voorstellen dat daar echt wel een aantal mensen zullen zijn die daar... Ja, vorig jaar werden toch geïnterviewd door Radio Markt. Waren we ook wel geïnterviewd door een aantal intelligente mannen. Ja. En er zullen best wel wat denkers zijn. Ja, maar Sylvana die heeft natuurlijk een achtergrond als VJ. Die heeft de achtergrond, die heeft mediatraining gehad. Ja, zij heeft zoveel connecties, netwerk... Dus vertegenwoordigt wel iets meer dan alleen zichzelf. Die vertegenwoordigt een hele hoop aan sociaal kapitaal. Ja. Netwerk, goedwil, noem maar op. Ja. Dus zij is gewoon al een BN'er. En dat kan je natuurlijk, uiteindelijk zijn die andere mensen dat ook geworden. Ja. Maar dat kan je dus niet zeggen van een Gario in mindere mate. Natuurlijk. Nee, die is onzichtbaar gebleven. Ook al was hij een van de pioniers. Ja, zijn wapenfeit is dat hij opgepakt is tijdens een Sinterklaasintocht. Ja. Dat is zijn... En daarna heb je niks meer over hem gehoord. Nee, hij heeft misschien een aantal stukken geschreven, maar wat heeft hij daarna voor relevant gedaan? Misschien overdrijf ik, hè? Misschien doe ik hem geen recht. Maar dat is misschien wel hoe het grote publiek hem ziet. Ja. En dat zagen we dus ook terug in de Bijlmer, die kiezers het helemaal niet waarderen. Nee. En dan hebben we Surinamers gesproken, Antillianen gesproken. En die mensen waardeerden helemaal niet... wat hij gedaan had. En wat je dus niet moet doen bij Surinamers... is je vuile was buiten hangen. Nee, uit de kast komen. Daar gaat trouwens het volgende onderwerp straks over. Maar uit de kast komen met je vuile was, ja. Ja, en dat deed hij dus wel. Ja, dat deed hij wel. Hij wilde uit de school klappen bij op één. En misschien ook wel omdat hij zichzelf wilde verschonen, hè? Ja, ik snap het wel. Ja. Ik snap het wel, maar je ziet dus dat Sylvana zoveel krediet heeft binnen haar... binnen die achterban. Ja, dat ze eigenlijk niet afgevallen wordt. Nee. Dus wat denk je, concluderend? Gaat dit storend zijn? Of gaat de partij doorscheuren? Of, ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk wel dat het... Kijk, ik denk dat je weer een scheuring gaat krijgen... tussen mensen die heel extreem zijn. Dus echt super extreem. Mm-hmm. En de iets minder extreme. Ja. Dus je hebt mensen die dan bijvoorbeeld zeggen van... Oké, nee, we moeten meer woke zijn. De super woke. Is dat een woord? Wauw. Ja, super woke. Ik kom met een woord, super woke. Maar in ieder geval, en dat zullen de mensen zijn die achter Gario zullen staan. Van, was iemand van de scherpe lijn. Blanke advocaten, dat moeten we sowieso niet willen. Dat is sowieso verdacht. Dus dan heb je echt dat soort type mensen. En dan heb je misschien binnen bij één de mensen die een mildere lijn volgen. Ja. Die dan Sylvana zullen aanjagen. En zullen steunen. Ja. Dat is wat denk je dat die partij ook kan doorsplijten? Dat er misschien wel weer een nieuwe subsplintergroep gaat ontstaan? Denk je dat kan gebeuren? Nee, dat denk ik niet. Nee? Ik denk niet dat ze het vermogen hebben om dat te kunnen realiseren. Ik vond het al heel knap dat een Aquasi dat had geregeld met zijn omroep. Ja, die gast schijnt wel rijk te zijn. Hè? Dat is natuurlijk heel knap. Ja. Maar wat je dus het probleem van die gemeenschap is dat zij zich niet goed kunnen organiseren. Mm-hmm. In de zin van ze kunnen zich wel organiseren, maar ze kunnen geen vuist maken. Nee, en dat is wel moeilijk. Dat is wel belangrijk inderdaad. Ja, en Sylvana heeft het natuurlijk in 2017 geprobeerd. Dat was niet gelukt. Ja. En uiteindelijk heeft zij het dit jaar geprobeerd. Is het wel gelukt? Net aan, hè? Ja, net aan. Klopt. Net aan. Het was bijna niet, hè? Het was gewoon bijna niet, kan je ook zeggen. En bij de blanke woke mensen ligt Sylvana toch beter dan een Gario. En je ziet ook wel bij die binnen een bepaalde groep dat zij heel erg kritisch zijn op blanke mensen die woke zijn.
Ja, ook dat. Dus eigenlijk zou je als blanke kiezer niet moeten stemmen op bijeen. Nee. Want je wordt toch... Ik kan me herinneren een jaar geleden, totaal een zijstapje, maar ze zochten volgens mij een bestuurs... voor een bestuursfunctie stond was er een functie vrij. Maar toen kwam die vacature, werd twee keer gepost. En de eerste keer stond er een algemeen verhaal. En de tweede keer was het, je mag niet wit zijn. Je moet wel een kleurtje hebben. Ja, want dus ze hadden te weinig mensen van kleur die zich hadden aangemeld. Ja, ja, maar terwijl ik denk, doe het gewoon samen. Het gaat om gedachtegoed. Ja, maar het gaat niet om huidkleur. Ja, maar bij hun blijkbaar wel. En hun wel. Wat je dus ook ziet is dat het zijn voornamelijk ook die blanke woke mensen die dit soort partijen stemmen. Ja. Ze heeft een achterban in de Bijlmer. Ja. Maar daar blijft het ook bij. Ja. Dus ja. Interessant. Nee, apart. We gaan het volgen wat bijeen gaat doen. En ik ben ook wel benieuwd wat de kijkers hiervan vinden. Wat hun visie is erop. Ja, inderdaad. Dus laat het even weten in de comments. Ja, zeker. Nou ja, het volgende onderwerp, dat gaat dus, ik zei het net al, over de regenbooggezinnen. En het is naar aanleiding van een artikel van RTL Nieuws van 31 juli. En dat kopt jongeren steeds vroeger uit de kast. Ze hoeven het soms niet eens meer te vertellen. En de strekking van het artikel is eigenlijk dat de huidige generatie van jongeren steeds sneller en makkelijker uit de kast komt. En vroeger was dat zo van, je moet uit de kast komen. Hey, tada, ik ben geen hetero, maar iets anders of zo. En nu doen ze dat gewoon. Het is gewoon, de jongere generatie die uit zich gewoon, omdat er ook meer, zeggen ze, LHBTI-rolmodellen zijn. En dat deze generatie niet specifiek de behoefte heeft dan om er een etiket op te plakken. Vroeger had je gewoon homo en hetero en dat was het dan, of zo. En nu heb je een heel scala. Maar kan je dat herhalen? Ja, dus deze generatie, wordt gezegd, heeft ook niet de behoefte om er een etiket op te plakken. Op wat te plakken? Op zaken als gender en seksualiteit. Maar waarom hebben we dan het discussie over gender en seksualiteit als er geen, als er geen etiket op willen plakken? Praat er dan niet over? Nee, dan moet je er ook niet over praten. Ja. Ja. Waarom is er een discours over gender en seksualiteit als we er geen etiket over op hoeven te plakken? Nee. Nee, scherp opgemerkt. En wat het verder zegt, is dat artikel zegt, is ruim 8% van de jongens en zo'n 12,5% van de meisjes, dat is best veel, voelt zich niet alleen tot het andere geslacht aangetrokken. Ja, maar, in welke leeftijdscategorie? Ja, het gaat hier om, wat ze zeggen, statistisch is 1 op de 10 jongeren, maar weet ik niet. Het gaat in elk geval over de pubers. Ik gok zo 12 tot 18. Dat het is. Het gaat hier over iemand die 15 is. Maar dat zijn jonge mensen. Het zijn ook hele jonge mensen. Het zijn minderjarigen. Kijk, volgens mij, en dat weet jij beter dan ik. Ontwikkelt een puber zich, ook hormonaal gezien, toch? Mensen, jongeren, die hormonen beginnen zich te ontwikkelen. Dus je gaat je ook meer, je seksualiteit gaat zich ontwikkelen. Ja. Ja. En je gaat een richting vormen. Je seksualiteit gaat zich ook richten tot een bepaald geslacht. Of misschien ook meerdere geslachten. Mm-hmm. Maar het is toch logisch dat er een experimentele fase dan is. Ja. Het is toch logisch dat, dat daar heel veel over te doen is. Je kan toch niet hele vaste conclusies trekken over het gedrag van pubers. Nee, het is net als dat je een baby of een kleuterpeuter van 3-4 jaar vraagt. Hou je van roze auto's of van blauwe auto's? Ik bedoel, daar zijn ze nog niet mee bezig. Ja, ik hou van roze en blauwe auto's. En dan gelijk dat determineren als, maar dan betekent dat dus, zegt dat iets over je seksuele geaardheid. Dat is te voorbarig om te zeggen. Nee, maar inderdaad, wat je zegt, dat heb ik ook het idee van, ik las een artikel, volgens mij was het in de Telegraaf of zoiets. Ja. En er was zoiets van, mijn zoontje van, was onder de 10 jaar, die speelt met poppen. Ja, dat soort dingen hebben we ook wel gespeeld. Zo zie je maar weer dat hij zich niet wil conformeren aan zijn genderrol. Ja. En ik heb hem gevraagd, wil je een meisje zijn? En hij zei ja, dus hij is een transgender kind. Ja. Maar misschien wil dat kind gewoon spelen. Wil hij gewoon ook soms met een pop spelen, soms met een auto. Dat hoeft toch niet per definitie iets te zeggen over zijn seksualiteit of over zijn geaardheid. Of genderrollen, nee. Nee. Ik denk dat heel veel mensen, en vooral die linkse woke mensen, die vinden het dan geweldig als hun kind dus niet heteronormatief is. Ja. Die zoeken gewoon een aanleiding van, wacht, speelt met een pop. Ja. Misschien zit er wel wat. Ja, maar ze vergeten te vertellen dat
ze denken van, dat ze correct moeten denken van, nee, het zijn grote mensen. En het zijn grote mensen die dat denken. Want in de grote mensenwereld associëren wij een pop met meisjes en een auto, speelgoedautootje, associëren we met jongens. En dat is dus een predicaat wat geplakt wordt door volwassenen op kinderen. En laat het ook duidelijk zijn, de cognitie van kinderen is nog in ontwikkeling. Ja. En dus ook de biochemische toestand, de hormoonafscheidingen, de puberteit inderdaad als heel belangrijke markeerpunt voor de identiteit. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat vind ik leuk? Wat ik heb ook kinderen natuurlijk die identiteit niet goed ontwikkelen, die nog luisteren naar papi en mami. Hè? Dat heb je natuurlijk ook. Maar over het algemeen een gezonde puberteit impliceert dat je af en toe een grote bek hebt. Af en toe recalcitrant kan zijn. En dat heeft alles te maken met het feit dus dat je je eigen identiteit en je eigen autonomie gebruikt. En ontwikkeld, ontdekt. En voor seksualiteit geldt hetzelfde. Je kan niet zeggen van, oh, het kind speelt met een pop of met een auto. Oh, dat zegt iets over de genderrol die hij later in gaat nemen. Nee, dus ik chargeer het een beetje. Ja. Maar ik denk wel dat dat er een kern van waarheid in zit. Dat er te veel gelet wordt op dit soort gedragingen. En dat er te definitieve conclusies worden getrokken dan over de seksualiteit of over de gender van een kind. Ja. Ja. En het is kwalijk. Want ik vind dat je kinderen niet moet confronteren met zoiets, met seksualiteit. Laat ze gewoon lekker kind zijn. Laat ze kijken wat op hun pad komt. Ga het niet promoten. We hebben het ook eerder over gehad. Hè? Ja. Ga niet dit soort zaken promoten. Dat kan alleen maar psychische stoornissen, identiteitsstoornissen met zich meebrengen. En dit artikel zegt van, hoe komt het nou, hè, dat steeds meer jongeren onder de 18 dus uit de kast komen of dat niet eens meer hoeven te doen. En dat is de verklaring, is dan regenbooggezinnen. En een regenbooggezin is als je dus kind bent in een gezin van twee mannen of met twee vrouwen. Dat noemen ze een regenbooggezin tegenwoordig. Oké. Okay. Ja, ja. Heel bijzonder. En wat zeggen ze ook? Dus er zijn dus nu steeds meer rolmodellen, hè? Zogenaamde influencers. Ik heb altijd zo'n naar idee bij influencers, omdat ik denk van ja, wat ben je dan aan het influencen? Wat ben je aan het beïnvloeden? Wat ben je aan het beïnvloeden, ja. En is dat goed? Is dat gezond? Wat ook wordt gezegd in het artikel is van al die maatschappelijke ontwikkelingen die er plaatsvinden. Er is ook een groep van jongeren die dus niet de vrijheid ervaart om zichzelf te zijn. En vooral in het praktische onderwijs, op mbo, vmbo, blijft de acceptatie achter. En het geldt ook voor religieuze scholen. Dus kort samengevat, en dan moet jij maar reageren. Scholen doen te weinig aan LHBTI onderwijs, of het propageren, of het promoten, of het misschien het normaliseren van dit soort zaken. Wat vind jij? Ja, en dat vind ik een misvatting. Dat was vorige week ook. Vorige week hadden we natuurlijk dat geval van Frederiek. Dat meisje dat geslagen werd door Marokkaanse jongens. Wat ze niet wilden zeggen of ze een jongen of een meisje exact, was. Exact, exact. En als reactie erop zeiden een aantal specialisten dus, en dat hoor je vaker, dit is een teken dat we meer aandacht moeten besteden aan de acceptatie van LHBTI in het onderwijs. Ja. Dus we moeten meer kinderen jonger gaan informeren over LHBTI, omdat er nu nog dus geweld is jegens LHBTI mensen. Mm-hmm. En dat is gewoon heel erg naïef, kinderachtig en kort door de bocht. Ik vind het een hele zwakzinnige analyse. Ja. Want mensen die zeggen dat er is geweld tegen LHBTI'ers, dus, en het wordt voornamelijk gedaan door jonge mensen, door kinderen, door jonge mensen. Dus we moeten in het basisonderwijs, in het middelbaar onderwijs, meer aandacht besteden aan LHBTI en dat het ook gewoon normaal is en et cetera, et cetera. Dat impliceert dat kennis per definitie leidt tot acceptatie. Ja, want dus hoe meer kennis. Dus het probleem van die Marokkaanse jongens die een Frederik in elkaar hebben geslagen omdat ze niet wil omdat ze non-binair is, of omdat omdat ze niet wil zeggen dat ze of zo'n jongen of een meisje is, of van allochtone jongeren dat ze dan homo's lopen te slaan. Het probleem van die jongeren is dat zij dus weinig kennis hebben over LHBTI. Dus dat impliceert van, oké, als wij Marokkaanse jongens gaan onderwijzen over wat het is en dat het ook mensen zijn en dat ze ook gevoelens hebben en dat ze heel lief zijn. Dat het gaat leiden tot vanzelfsprekende sociale maatschappij. Dus dan gaan die Marokkaanse jongens denken van, oh,
Maar dat wist ik niet. Ja. Maar nu ik het weet. Nu ik het weet. Accepteren die mensen wel. Ze voelen ook pijn. Ja. Het zijn ook gewoon mensen. Ze kunnen er niks aan doen. Ze zijn zo geboren. Het zit in hun genen. Nee, dat never gonna happen. Dat gaat nooit gebeuren. Nu ik dat weet, ga ik geen homo in elkaar slaan. Nee. Dan ga ik geen homo. Ga ik niet op homo spugen. Dan ga ik niet non-binaire mensen in elkaar slaan. Nee, nu gaat er een hele wereld voor me open. Ja. Ja, want mijn juffrouw heeft dat gezegd. Juffrouw Mieke heeft gezegd van LHBTI'ers, dat zijn gewoon mensen. En er is iemand geweest van de Rutger Stichting die mijn brochure heeft gegeven. En na het lezen van die brochure van de Rutger Stichting, denk ik van Jezus. Die hele opvoeding van mijn ouders, wat de imam heeft gezegd, wat de priester heeft gezegd. Gooi me overboord. Nee, dat gooi ik gewoon overboord. Wat juffrouw Mieke zegt. Want juffrouw Mieke, nee. En Rutger Stichting, die hebben gelijk. Dus mijn hele opvoeding gooi ik overboord. Mijn hele socialisatie gooi ik overboord. Ja. Wat ik vrijdag leer in de moskee gooi ik overboord. Wat ik zaterdag leer in de tempel gooi ik overboord. Leer in de kerk gooi ik overboord. Sterker nog, wat ik vanaf mijn geboorte heb gecultiveerd in het gezin waar ik deel van uitmaak. Dat alles ken ik geen bestaansrecht meer toe. Nee, want zo werkt nee, het. Dus nee. Dat is gewoon oplossing. Ja. Het is gewoon onderwijs. En die politici hebben gelijk. Want als zij gewoon leuke beleidsplannen maken en ze stoppen er extra miljoenen in het onderwijs. En overal een regenboogje. Ja, dan gaan we het normaliseren. En weet je wat het is? Ja. En weet je wat we ook moeten doen? We moeten overal in elke serie moeten we gewoon een LHBTI'er zetten. Ja. We moeten gewoon altijd de hele tijd praten over LHBTI. Ja. Zodat mensen het gaan accepteren. Ja. 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 Denk ze dat nou echt? Denk je nou echt dat mensen... Ik weet niet hoe kinderachtig dit is. We lopen te chargeren. Maar mensen denken dus echt... Ja, dat op het moment dat je mensen die homo's in elkaar slaan... Ja. Als je die gaat zeggen van het zijn ook mensen... En als je ze brochures gaat geven... En je gaat ze informeren en je gaat ze lesgeven over seksualiteit... Dat ze dan gaan zeggen van nee, dat wist ik. Nee, inderdaad, nee. En nu ga ik niet doen. Zo werkt het natuurlijk niet. Nee, dat is echt onzin. Nee, maar dat is wel wat ze impliceren, continu. Ja, continu. En dat is zo kinderachtig. Ja, ja. Ja, je ziet het bij politici, je ziet het ook wel bij een zekere groep van wetenschappers. En je ziet het ook bij onderwijsinstellingen zelf. Hè? Van we vinden dit heel erg dat zo'n Frederike is mishandeld. Is het ook, hè? 14-jarig meisje, dat is gewoon echt gewoon heel heftig. Die verdient het gewoon niet... om zo in elkaar geslagen te worden. Maar, weet je wat we moeten doen? Frederike is in elkaar geslagen. Er is zoveel geweld richting homo's. Ja. Homoseksualiteit, LHBTI. Dat wordt allemaal niet geaccepteerd. Nee. Weet je wat? Wij gaan een dag... gaan we één dag in het jaar gaan we gewoon... reserveren. Dan gaan we met z'n allen een boot huren. Ja. Dan gaan we met z'n allen in een leren string staan. Oh ja. Dan gaan we met zweepjes staan en dan gaan we elkaar lopen zoenen. Ja, en dan gaan ordinair we, doen. Dan gaan we ordinair doen. En dan krijgen we acceptatie. En dan gaan mensen ons accepteren. Weet je wat? Mensen accepteren mij niet. Dus ik ga gewoon op een boot staan. Ik ga Amsterdam. Extremiteiten vertonen. Ga ik lekker dansen. Ja. En dan gaan mensen mij wel accepteren. Ja, is ook net zo'n drogredenatie. Het deugt van geen kant. Maar hoe komen mensen erbij dat... ik word niet geaccepteerd vanwege mijn seksualiteit, vanwege mijn geaardheid. Ja. Dus weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon heel vulgair zijn. Ik ga heel ordinair doen. Ik ga lekker op een boot staan. Ik ga lekker hoge hakken aandoen. Ja. Een leren string. Ja. En ik ga lekker iemand anders zwepen die een slaaf is. Weet je BDM, BDSM, weet ik veel. Exact. Dat ga ik lekker, uitbeelden op een boot. Ja. Zodat heel Amsterdam me kan zien. Want als je het vaker laat zien... Ja. Dat is zogenaamd de kracht van herhaling. Dan komt er acceptatie. En mensen die twijfelen over zal ik ze wel of zal ik ze niet accepteren... Ja, die trek ik daarmee over de streep. Die trek je echt over de streep. Die trek ik echt over de streep. Echt hoor. Zo. Ja man. Ja. Hoe dan? ik weet niet. Soms lijkt het alsof ik dat gek ben of zo. Maar ik heb nog nooit gesnapt hoe een gay parade... leidt tot acceptatie van homoseksualiteit in de samenleving. Nee. Het is alleen maar een bevestiging van... kijk, het is ook een stereotypering, hè? Kijk, stel je voor als ja, het is een stereotypering. Ze reproduceren een stereotype. Alsof elke homo dan zo is in het leven. Ja. Je hebt ook homo's die gewoon, advocaat kunnen zijn. Netjes zijn. Netjes kunnen zijn. Gewoon een partner hebben. De sociale etiketten in een zakelijke context kennen... en niet en met een stringetje en een zweepje lopen. En die willen misschien niet helemaal niet geassocieerd worden... Met die mensen. Met dat soort vulgaire mensen. Nee. Ik zou zelf ook niet...
een stel, een man en een vrouw zoenend willen zien met allerlei met een string aan, noem maar op. Nee. Dus, het gaat mij niet om dat het twee mannen zijn of twee vrouwen of wat dan ook. Ook al zou het een man en een vrouw zijn op een boot, dan zou ik ook denken van, ja, ben gek geworden? Nee, dat hoeft inderdaad niet. Dus ik kan me voorstellen, ik heb ook verschillende. Ik ken heel veel mensen die homoseksueel zijn. En sommigen zeggen ook tegen mij van, ja, ik vind het gewoon drie keer niks, zo'n gay parade. Ik vind het vulgair. Ik schaam me ervoor. Ja. En ik snap het ook wel. Als je heel netjes, je wilt niet geassocieerd worden met dat soort mensen. Nee, je kunt ook homoseksueel zijn en totaal niks met dat soort denkbeelden hebben. Maar wat me opvalt is dat die groep inderdaad, die gay pride of gay parade of hoe die dingen heten, dat zij hun seksualiteit heel erg op een theatrale wijze aan publiek willen neerzetten om dat vervolgens te verbinden met hun identiteit. Van kijk, dit ben ik. Maar het is maar een deelsegment, een deelaspect van je identiteit. Ja, en weet je wat ik erg vind? Zij uiten zich op een hele vulgaire manier. Ja. Theatrale, seksuele manier. Ja. En op het moment dat je dat theatrale en dat vulgaire dus afwijst, dan zeggen zij van, jij wijst mijn geaardheid af. Ja. Nee, ik wijs jouw geaardheid niet af. Ik wijs jouw vulgariteit af. Ik wijs het feit dat je ordinair bent af. Mm-hmm. Want als het een hetero-stel zou zijn, zou ik het ze net zo afwijzen. Want wat ze op de Kama Sutra-beurs doen, dat hoef ik ook niet te zien. Nee, is ook inderdaad heel erg. Snap je wat ik bedoel? Ja, nee, klopt. Dus niet dat ik preuts ben. Dat ik preuts ben, maar er is een tijd en plaats voor bepaalde zaken. Ja, en seksualiteit, dat zijn dingen die je gewoon... dat moet je in privé domein doen. Ja, doe het gewoon in privé. Ik hoef niet meer geconfronteerd te worden. Nee, niet aan het publiek. Nee. En wat ik ook in aanvulling hierop vind is... je zegt net terecht, hè, bijvoorbeeld bepaalde jongens die opgevoed zijn, hè, van jongs af aan, vanuit de wieg dus met homohaat en dat soort zaken. Ja, die ga je echt niet meekrijgen. En wat ik denk is dat je eigenlijk een gesprek moet hebben over... hoe zien die kinderen zichzelf en hoe zien die kinderen het leven? En ik ben bijvoorbeeld ook voorstander van... geef psychologie in meer of mindere mate. Maak dat een verplicht vak op de basisschool. Want psychologie laat mensen voelen en beleven en reflecteren op zichzelf. En je kan liever een gesprek hebben met kinderen onderling waar je vraagt van, joh, hoe voel jij je? We vragen mensen altijd van, hoe gaat het met je? Maar dan gaan mensen sociaal antwoorden, sociaal wenselijk. Je kan mensen liever vragen van, hoe voel jij je? Want dan hoop je dat er een integer, een puur, een rauw antwoord komt. En die mensen die dan homo's van daken duwen, ja, dat zijn gewoon mensen die agressie gebruiken omdat ze niet hebben geleerd te communiceren. Ja, precies, exact. Het is een terecht punt. Ja, en dus ook niet hebben leren voelen. Want ze voelen wel iets, maar wat ze voelen is afwijzing. En die afwijzing zou je of had je verbaal kunnen kenbaar maken naar die mensen. Ja. Maar dat doen ze niet, dat kunnen ze niet. En op basis daarvan komt dus geweld eigenlijk, komt te kijken. En eigenlijk zou je veel meer het gesprek moeten aangaan met kinderen, met jongeren, maar ook met volwassenen, om over gevoel te praten. Wat voel je dan als je dit ziet? Ja, nee, inderdaad, daar ben ik het helemaal mee eens. De reden waarom bepaalde jongeren geweld plegen richting LHBTI'ers, heeft niks te maken met een gebrek aan kennis. Nee. Het heeft te maken met een feit dat zij blijkbaar zich bedreigd voelen. Ja. Door een homostel of een non-binair persoon. Dat strookt niet met hun opvattingen, met hun normen en waarden. Nee. Ze kunnen dat niet op een normale manier uiten, op een verbale manier. Ze kunnen niet zeggen van, hey, ik voel nou iets. Ik wil dit proberen te communiceren, ik wil het proberen te kanaliseren. Dat kunnen zij niet. Mm-hmm. En de enige manier waarop zij zich kunnen uiten is volgens agressie en geweld. Ja, het is een uitingsvorm. Dus het heeft te maken met een gebrek aan uitingsvormen. Mm-hmm. Ze kunnen, wat wij de vorige keer ook zeiden over straattaal. Ja. Het is een defect in de wijze waarop zij conflict beslechten. Ja. Ja, wat ze eigenlijk bedoelen is, ik vind jou raar. Iemand die dat raar vindt, hè, die een homo raar vindt, of die een homo niet vindt passen. Ja, wat er ontstaat in het hoofd is eigenlijk een soort dissonant beeld. Hè? Een inconsequent, inconsistent beeld. En zo'n jongetje die ziet een homo en denkt, hey, dat vind ik raar. Of die ziet een transgender, die vindt dat raar. En die weet geen uiting te geven aan dat gevoel. En daarom komt er geweld om de hoek kijken. En dat is de hele reden waarom...
geweld überhaupt gebruikt of misbruikt ja. wordt. Ja, het, wordt het gebrek aan communicatie, gebrek aan ja. reflectie en gebrek aan voelen wat ik voel en dat op een andere manier kenbaar maken. Kijk, wat er gebeurt op dat moment is, stel je voor, hè, ik noem maar een voorbeeld, een jongen, zo'n Marokkaanse jongen komt een Frederike tegen. Ja. En die Frederike die wil dus niet zeggen of ze een jongen of een meisje is. Mm-hmm. Wat er dan gebeurt, is die jongen wordt dan geconfronteerd met iets wat hij niet kent vanuit zijn omgeving. Ja. En wat er dan gebeurt, is dan treedt er een geval. Hij moet de norm bevestigen. Mm-hmm. Wat er gebeurt op het moment dat je een situatie interpreteert, mm-hmm. de werkelijke interpreteert en je komt iets tegen wat je dus niet kent, mm-hmm. is dat je je eigen norm probeert te bevestigen. Ja. Van wat ik heb geleerd heb. Je probeert het te interpreteren zoals jij dat kent. Ja. Ja. En als dat niet lukt, dan ontstaat er frustratie. Ja. En met die frustratie kan hij niet om. Nee, dus de wijze waarop hij zijn eigen norm wil bevestigen, kan hij alleen maar doen volgens geweld. Ja. Ja. En dat is wat je ziet. Dat is wat je ziet, ja. En dat is ook de reden waarom heel veel religieuze mensen zo krampachtig doen met betrekking tot homoseksualiteit. Ze zien het als een bedreiging. En ik denk dat heel veel mensen, kijk, op het moment dat je zeker bent van je seksualiteit, je bent een hetero, dan maakt het niet uit hoeveel homo's om je heen staan of hoe vaak je ermee geconfronteerd wordt. Jij weet ja. wie je bent. Ja. Maar op ja. het moment dat je zelf nog worstelt met je seksuele identiteit, ja. op het moment dat je zelf worstelt met ja. je seksuele oriëntatie en je wordt dan geconfronteerd met iemand die homoseksueel is en je weet vanuit jouw eigen opvoeding dat dat niet kan en dat je er zelf ook mee worstelt, ja, dan ontstaat er een bepaalde. Dan ontstaan er heel veel emoties. Ja, ja, dus dissonantie, hè? Ja. De buitenwereld matcht niet of correspondeert niet met wat je zelf denkt dat het is en dat ja. het hoort. En jij voelt het zelf misschien ook. Ja. En dat is te confronterend. Het is confronterend. En daarom ja. Ja. uit je geweld. Ja. Ja. Daarom sla je zo iemand in elkaar. Ja. Want ja, iemand die zeker is van zijn identiteit, die hoeft een homo echt niet in elkaar te slaan. Nee. Nee, want het zijn mensen, onzekere mensen. Ja, absoluut. Het zijn onzekere mensen en het zijn mensen die emotioneel niet geaard zijn. Ja. Dus die slaan heel snel door bij elk verschil van meningsuiting eigenlijk, of verschil van expressie slaan ze door. Ja. En ja, daar moet veel meer geld naartoe en veel meer aandacht naar zijn. Hè? Ja, dus laat kinderen voelen. Precies. Vraag mensen, ook volwassenen, vraag mensen van wat voel je eigenlijk? Of wat doet dit met jou? En niet per se wat vind je ervan? Maar wat voel je erbij? En dan dwing je mensen ook na te denken over, goh, wel, ja, wat voel ik dan? Die gevoelsreflectie. Ja, ja, wat voel ja. ik? En dan, dat is namelijk een voorfase voor het geweld. Ja. Als je wil weten, als je geweld wil voorkomen, dan moet je kijken, wat is daarvoor gebeurd? En dat is een bepaald gevoel wat ontstaat. Ja, dus in plaats van kennis, zou het onderwijs zich veel meer moeten focussen op, hoe beslecht je een conflict? Ja. Hoe leer je met je gevoelens omgaan? Hoe leer je met je gevoelens omgaan? Want als je daar goed mee omgaat, hoef je niet ja. te escaleren, hoef je het ook niet eens te ja. uiten. Ja. Ja, stel je voor, je komt in een situatie tegen waarin je iemand tegenkomt die bijvoorbeeld totaal niet leeft zoals jij dat gewend bent. Ja. Hoe ga je daarmee om met iemand die totaal anders is, die totale andere opvattingen heeft? Ja. Hoe ga je met zo iemand in gesprek? En dat is ook het probleem van de samenleving. Hè? Mm-hmm. Het probleem is ook dat wij met mensen die anders denken dan ons, niet kunnen omgaan. Nee. En dat zie je aan links, nee. zowel links als rechts. Als rechts zie je dat. Aan beide ja. kanten van het politieke spectrum zien we gewoon dat we met mensen ja. die anders denken gewoon niet om kunnen gaan. En ik denk dat linkse mensen hebben er misschien meer moeite mee dan rechtse mensen. Maar aan de rechterkant zie je dat ook wel. Je ziet het overal. Ja. Ja, je ziet het overal. En ik denk dat we daar ja. meer moeten investeren. Daarin moeten we ja. meer investeren. We moeten meer ja. investeren in hoe beslechten we een conflict. Want ja. dat zie je natuurlijk ook terug nu in de samenleving. Hè? Zoveel ja. steekpartijen onder jongeren. Het is dagelijks jongeren, is het bijna raak. Jongeren, mishandelingen, schietpartijen, noem het maar op. Steekpartijen. Jongeren kunnen niet een conflict beslechten op een normale nee. manier. Nee. Ze kunnen niet meer op een normale manier emoties reguleren. Ze kunnen nee. emoties niet kanaliseren. Ze kunnen nee. emoties niet verwoorden. Exact. En dat ja. is het probleem. Niet kennis over LHBTI. Nee. Nee. Niet kennis over van, het is heel erg als nee. je iemand neersteekt. Nee, het is totaal niet denk kennis. Denk aan de gevolgen. Nee, je moet nee. gewoon het hebben over gevoelsreflectie. Ja, en emotieregulatie. Ja, leren ja. omgaan met je emoties. En je mag je emoties hebben, je mag je emoties dragen. En emoties kunnen functioneel zijn, maar ook dysfunctioneel zijn. Ja. Maar je hoeft er niet naar te handelen. Maar hoe komt het? Kijk, ik
ik neem aan, er zijn zoveel slimme mensen in Nederland. Mijn these... Hoe komt het dat mensen hier niet op inhaken? Mijn these, mijn stelling of mijn theorie is dat het te maken heeft... en dat is een trend die we al misschien al een eeuw of langer zien... is dat mensen steeds meer richting psychopathie gaan. Mm-hmm. En dat heeft gewoon te maken met niet meer hoeven te voelen. Want mijn gevoel is toch belangrijker. Maar wat bedoel je daarmee precies? Nou... psychopaten dus, eigenlijk de psychopathische persoonlijkheid. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld geen gewetensfunctie hebben. Mm-hmm. Die geen geweten hebben van... als ik een mes in jou steek, zou ik zelf ook niet willen. Want als ik het spiegel naar mezelf, dan weet ik... het kan pijn doen, het kan gezondheidsproblemen geven. Weet ik veel, handicap raken, noem het maar op. Dus die reflectie vindt niet meer plaats, omdat je het ook niet meer voelt. En daarom is het zo belangrijk om kinderen te dwingen. Wat voel je? Want als je het niet meer voelt, ga je ook handelen uit ratio... En dan ga je gewoon steken, omdat dat je manier is om het op te lossen. Ja. Maar je houdt niet rekening met wat voelt die ander. En dat is eigenlijk, dat zouden we veel meer moeten doen. Ja. Dus we nemen wat psychopathische trekken over. En dat zijn mensen die emotioneel altijd in de psychologie emotioneel beschadigd zijn. Waardoor ze niet zoveel meer voelen voor een ander. Sterker nog, ze kunnen er op een sadistische wijze van genieten als ze die ander pijn doen. Maar, en dat is een beetje waar we naartoe gaan. Maar hoe koppel je dit aan een maatschappelijke trend? Want je zou in principe ook kunnen zeggen dat mensen juist de afgelopen 15 jaar juist gevoeliger zijn geworden. Ik ben gekwetst, weet je, het hele idee van gekwetstheid. Ja, klopt. Maar dan ben je niet gevoeliger geworden als mens, maar dan ben je gevoeliger geworden omdat jij je eigen pijn voelt. Iedereen voelt zijn eigen pijn en die is altijd erger. Dus eigenlijk de stelling is, mijn pijn is erger dan jouw pijn. Ja. Want ik heb dit meegemaakt. En dan zeg jij van, ja maar hallo, ik heb ook dingen dit en dit, en dit meegemaakt. Ja. Dan zeg ik, nee, maar dat van mij was erger. Ja. Dus we leven in een maatschappij waarop het, waar we eigenlijk, het is een tendens. Wie is het grootste slachtoffer? Ja. En als ik geraakt ben en ik heb pijn, dan moet iedereen luisteren naar mijn pijn. Ja. En een psychopaat zou zeggen, fuck jou met jouw pijn, even plat gezegd. Ik heb niks te maken met jouw pijn. Mijn behoeftes, mijn gevoelens zijn belangrijk. Dus de psychopaat voelt wel iets, maar die voelt alleen zichzelf. Ja. Dus het is in principe, je zou kunnen zeggen dat het een soort verplaatsing is, omdat ik ergens pijn voel, dan uit ik het op een andere manier. Zodat ik mezelf beter voel. Ja. Stel je voor, jij hebt een hond en ik heb een hond. Ja. Die hebben we beide niet, dus die kan ik nu doodwensen. Stel je voor, jouw hond gaat dood of mijn hond gaat dood. Dan kan het zijn dat ik er heel veel last van heb. En dat ik nog over 2 jaar nog depressief wakker word, nachtmerries heb en angsten heb. En jij kan misschien een nieuw leuk hondje hebben gekocht. Ja. En jij kan hebben geaccepteerd en berusten. Ja. En wat je ziet, dat is ook heel kenmerkend aan psychopaten. Psychopaten kunnen niet accepteren en niet berusten. Want dat gevoel, die urge is zo erg, is zo heftig, dat ze moeten handelen. En dat is wat je bij jongeren ook ziet. Als jij op een of andere manier krom bent en niet voldoet aan mijn wereldbeeld, of je zegt iets, of je gedraagt je op een bepaalde manier, of je toont je op een bepaalde manier, dan zie je dat jongeren elkaar gewoon neersteken. Ja. En er is niet meer, er is geen mededogen meer. Dus er is wel een gevoel naar zichzelf, maar niet naar de ander. Maar bijvoorbeeld die drillrappers, hè? De jongeren die in groepen dan met messen lopen en elkaar neersteken. Heeft dat ook niet te maken met bijvoorbeeld een bepaald groepsgevoel, weet je, in een groep macho-cultuur onder de jongeren? En ook het feit dat hun hersenen niet volledig ontwikkeld zijn, dus ze kunnen ook niet goed nadenken over de gevolgen van hun daden. Klopt. Dat gecombineerd. Klopt, maar als jij en ik in een groep van psychopaten gaat, in een roedel van psychopaten gaat gedijen en rondlopen, wil dat niet per definitie zeggen dat wij ook een psychopaat gaan worden. Nee, maar dat heeft toch ook te maken met het feit dat die kinderen misschien zelf ook nog niet volledig cognitief ontwikkeld zijn. Pas vanaf je 21ste, toch? Ja, klopt. Ja, 22, 23ste. Ja. Dan zijn je prefrontale hersenkwabben dan gevormd. En die gaan ook over intuïtie, gaan ook over geweten, die gaan ook over gevoel. Ja, je hebt gelijk dat die nog niet gevormd zijn, maar die hoeven toch niet absent te zijn? Ja, dat is een goed punt. Waarom huilen kinderen? Ja. Waarom huilen kinderen? Stel je voor, je hebt een kindje. Mm-hmm. En je zegt tegen dat kindje van, hey, je wilt een lolly? Nee, maar je krijgt geen lolly, want je hebt al genoeg suiker op vandaag. En ik ben je vader, weet je wel, dat ga ik niet doen. Ja. En het kind gaat huilen. Ja, dat is gewoon een middel. Hij wilt iets, toch? Exact, het is een middel. Het is niet de authentieke emotie. Het is niet dat het kind heftig aan het lijden is. Het is niet dat zijn been eraf ligt. Mm. Nee, het is een pressiemiddel. En het kind kijkt, hoe jong die ook is, maar het kind kijkt naar de marge en de rek die hij kan krijgen bij papa. En dan gaat papa uiteindelijk toch... Ja. Okay, papa zegt nee, maar als papa weg is, zegt mama misschien van, ik vind het zo zielig. Kijk zijn oogjes. Oké, weet je wat? Neem maar een lolly. En daarna geen slapen, oké? En dan huilt hij niet meer. Dus hoe kinderen huilen is functioneel. En mijn pleidooi zou zijn, de manier waarop kinderen huilen, dat nemen pubers ook mee.
Dus het is niet een echte pijn die ze voelen of een echte frustratie. Het is meer van, ik wil mijn zin hebben. Ja. Ik ben verwend, ik wil mijn zin hebben. En als jij eruit ziet als een vrouw, maar je kan ook een man zijn, of je bent een man met een rok, ik noem maar wat. Mm-hmm. Of je ziet eruit als iets wat ik niet kan, wat ik niet begrijp vanuit mijn wereldbeeld. Ja. Nou, dan moet jij gewoon dood. Ja. En dat is eigenlijk omdat ik mijn zin wil doordrukken. Dus, en dat is ook heel erg inherent aan psychopathie. Dat zijn mensen die hun zin willen doordrukken. Ze voelen zelf heel, heel veel. Mm-hmm. Ze kunnen supergevoelig zijn, want ze zijn leeg van binnen. Dus ze zijn constant onzeker. Maar naar anderen toe niet. Ze voelen zich niet in de ander. En net als hoe kinderen huilen om een lolly, doen die pubers het ook. Ja. Dus zij gaan eigenlijk maken ze een probleem van iets wat ze niet krijgen. Ze krijgen hun zin niet. Oké, maar als je dus stelt dat heel veel jongeren die psychopathische trekken overnemen. Sociopathie is dat toch als je het aangeleerd hebt. Ja, klopt. Wat zou je dan nog kunnen doen qua educatie en onderwijs? Dan is dat toch al niet te redden meer? Niks. Want een psychopaat, die kan je niet meer corrigeren. Nee, je kunt dat soort mensen niet meer corrigeren. En daarom ben ik ook tegen het feit dat als mensen in detentie gaan, in de gevangenissen, het zijn psychopaten, het zijn mensen die één of meerdere mensen hebben vermoord, die kan je niet helpen met resocialiseren. Want als je die terugbrengt in de maatschappij, die kan je niks bijbrengen. Ja. Die zegt wel ja en amen, weet je, ja meester, ja juf, ik begrijp het allemaal wel, je hebt gelijk, weet je, ik heb spijt van mijn daden. Nee, die man voelt geen ene moer aan spijt. Dat is gewoon iemand die weet hoe de agency, hoe de sociale setting werkt, en die gedraagt zich naar de rol. Ja. En dan weet hij van, oké, dan kom ik vrij. Ja. Net als wat een kleine kind doet. Sociaal wenselijk antwoorden. Kind, nogmaals, een klein kind gaat huilen en dan krijgt hij die lolly. Hij weet dat. Ja. En dat is het gedrag wat volwassenen ook overnemen. Ja, ja. Maar wat zou je dan moeten doen? Nou, je zou kinderen al heel jong op de basisschool al een vorm van psychologie moeten meegeven. Mm-hmm. En dan gaat het niet over hele moeilijke theorieën en moeilijke mechanismes, maar dan gaat het puur om, leer kinderen reflecteren. Ik voel me boos. Ik voel me verdrietig. Mm-hmm. En dan kun je, en je leer mensen ook van, je kunt niet discussiëren met iemand die dat zegt. Als ik tegen jou zeg, hey, luister, ik voel me verdrietig, dan ga je niet zeggen, ja, dag. Kan niet, snap je? Mm-hmm. Of als ik zeg, mijn been doet pijn, dan kan jij niet zeggen, ja, dag, geloof je niet. Met gevoel kun je niet discussiëren. Het is niet voor discussie vatbaar. Maar je maakt daarmee wel een grens duidelijk. Want je voelt iets en daarom zeg je het. Ja, oké. Okay, maar als ik dan voor zeg, ja, ik voel me een vrouw. Dat is geen gevoel. Snap je wat ik bedoel? Dat zeggen toch mensen toch? Ik voel me een vrouw. Dus ja, je moet me accepteren als vrouw. Hoe reageer je daarop? Ja, dat is geen emotie of geen gevoel. Dat is dat je voelt jezelf. Je hebt het gevoel dat je een andere identiteit zou willen aannemen. Dat is het. Ja. Dus je voelt een behoefte. Het is niet een gevoel. Ja, Emoties zijn verdriet, haat, woede, jaloezie, lust. Nou, dat soort dingen. Hè? Mm-hmm. En gevoelens, dan praat je vaak over liefde. Mm-hmm. En liefde verbindt ook heel erg. Dus dat zijn andere dingen. Mm-hmm. Maar als jij zegt, ik voel me een vrouw, dan praat je niet over gevoelens of emoties. Dan heb je het over heel iets anders. Dan zeg je eigenlijk, ik heb een andere perceptie van zelfbeeld. En mijn zelfbeeld zegt dat ik weliswaar biologisch als man ben geboren, maar ik voel me een vrouw. Ja. Dus dat is niet een gevoel of een emotie. Oké, dus dat is in principe geen gevoel. Maar nee. Moet je dat dan ook gewoon zo accepteren? Nee. 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 Nee, nee, nee. Want ik denk dat als je kinderen opvoedt met het idee, laat ze zoveel mogelijk vertellen wat ze voelen. En geef als ouders ook het voorbeeld. Dan aard je ze. Dan aard je ze. En gevoel zorgt ervoor dat de mens zich gaat aarden. En heel veel mannen zeggen, ja, mijn gevoelens, kom op man, dat is bullshit. Een man moet niet gaan huilen, moet niet zijn gevoelens uiten. Ja, juist wel. Want daarmee word jij geaard. Je wordt geaard in je identiteit. En op het moment dat je niet geaard bent in je gevoel, weet je niet wat je voelt. En dan denk je dat je iets wilt. Ja, ja. Dan denk je dat je iets wilt. Mm-hmm. Maar dat is niet per se wie je bent. Want je wil uit je niet op basis van dat je geaard bent. Ja, het is wel dubbel, want je wilt iets zeggen over je geaardheid, maar je bent niet geaard, omdat je niet hebt geleerd om te voelen. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Dus het aarde ligt met gevoel. En wat jij in principe zegt van, er is een disconnectie tussen de ervaring en het gevoel van heel veel jongeren. Ja. En omdat zij een disconnectie voelen, ze voelen geen verbinding tussen wat zij meemaken en wat ze voelen. Ja. Dat is niet goed. Die verbinding zit niet goed in elkaar. Exact. Daardoor zijn zij dus in staat om gruwelijke dingen te doen. Mensen neer te steken. Ja, want zij zijn in staat om. Kijk, wij zouden denken, wij zijn bijvoorbeeld gevoelsmensen. We zouden iemand geen pijn doen. We zouden niet een mes pakken en iemand neersteken. Nee. Dat doen we niet. Dus wij denken, hoe kunnen ze dat? Hoe kunnen die mensen hun gevoel uitschakelen? Nou, het antwoord is, ze schakelen hun gevoel niet uit. Ze hebben niet geleerd om te voelen. Ja. Dus er is gewoon een disconnectie. Ja,
Ja. En vaak en zeker kinderen van deze nieuwe generaties. Die kinderen zijn gewend om alles te krijgen. Vroeger was je op je verjaardag met één cadeautje was je blij. En dat was het dan voor het hele jaar. Misschien kreeg je nog één of twee kleine dingetjes in het jaar, maar dat was het. Mm-hmm. En nu word je doodgegooid met cadeautjes. Mm. Dus kinderen leren eigenlijk emoties functioneel gebruiken. En ze doen alsof ze boos zijn. En ze doen alsof ze huilen en verdrietig zijn. En ze doen recalcitrant. Maar het is meer bedoeld om hun zin te krijgen. Ja. En geef die jongeren als ze ouder worden dan een wapen. Ze zijn in hun gevoel niet geaard. En ze hebben zoiets van, hey, wat jij bent raar, hè? Wat ben je dan? Ben je een jongen of een meisje? Oké, nou weet je wat, ik steek je neer. Dus dan krijg je een heel ander dialoog. Want ze zijn gewend om hun zin te krijgen. En dat is de psychopathie daarachter. Ja. Het is gewoon een pathologie, het is een ziektebeeld. Ja, interessant. Nou, ik ben benieuwd wat de kijkers hiervan vinden. Wat jullie analyse is, hoe je het beste dus dit soort problemen kan oplossen. En sowieso wat jullie bredere visie is op alles wat we hebben besproken. Nou, vond je dit een leuke video? Geef het een like en abonneer je op ons kanaal. En zou je wat kunnen missen? Hieronder staat het rekeningnummer. Dus doneer. Alle kleine beetjes zijn mooi meegenomen. Wies, heb je nog iets? Ja, misschien in het kader hiervan, misschien leuk in het kader van een psychologische test. Alle kijkers van dit filmpje, ik zou willen weten, hoe voel jij je na dit filmpje? Plaats het hieronder, kijken of je tot gevoelsreflectie kunt komen. Ja, nou, bedankt voor het kijken en we zien jullie snel weer terug.